Toen het slechte nieuws viel, was het voor mij een shock. Ik had 2 weken tevoren nog een trail van 80 kilometer gelopen in de Ardennen. Dus ik voelde mij gezond. Ik voelde mij goed, behalve dat probleempje aan mijn arm die te weten was aan de tumor. Het moeilijkste was om het aan mijn zoon te vertellen, aan mijn familie. Maar mijn zoon zeker. Toen hij 5 was, had hij al die stress en al die proces van kanker moeten meemaken. Nu, 13 jaar later, gingen wij opnieuw die strijd moeten aangaan. Maar ja, we hebben samen ons energie genomen en besloten om opnieuw kanker geen kans te laten en ervoor te gaan. En dus samen met mijn zoon, mijn man, mijn vrienden, ja, zijn we de strijd aangegaan. Het gaat nu beter. Lopen is mijn passie. Ik zal nooit de trails die ik gelopen heb of de afstanden die ik ooit gelopen heb nog kunnen doen. Maar ik kan opnieuw lopen, stappen. Ik geniet van elk moment van het leven. En wij zullen nooit kanker de kans laten om die momentje van ons af te nemen. Dus we blijven vechten, we blijven genieten en ja, het leven is mooi en genieten van het leven is het beste wat men kan doen tegen die ziekte.